Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Lame Arcade met Super Mario Sunshine. Met Ronald erbij. Zeg snor je, Ronald. Hi. What's wrong with you guys, yo? Ik heb, weet je wat we net hadden gedaan, jongens? Buiten het Super Mario kutspel, hoor. Sorry. Wow, hoe deed je dat? Nou, dan spuit ik voor me uit en dan ga ik op glijden. Wow. Maar wij gingen vandaag controle halen, want wij gaan een campagne starten. Stop campagne racisme. Ja, het controle racisme. Het controle racisme. Weet je waarom? Weet je waarom, Wilbert? Ik heb het bedacht. Hou je bek. Oké, leg jij gewoon. Vertel Ronald, ik ben benieuwd. Vertel Ronald, ik ben zo benieuwd. Nu serieus? Ronald, leg me bij. Zeg nu op een normale manier, zo van, hey Ronald, ik ben benieuwd. Ja Ronald, ik ben benieuwd. Oké. Nou, wij hadden een Twistmaster controle en we wilden het spelletje Dead Stairs opnemen. Dat is fucking grappig, binnenkort op het gameportaal. Zeker weten abonneren. Wat de fuck was dat? Wat was dat? Wat deed je daar? Oké, maar dat spel kon alleen maar Xbox controle. En dus ik moest een controle halen. 75 euro lichter. Nu ben ik boos. Wilbert. Waarom op mij? Weet ik niet. Je vraagt je vast af wat ik probeer, of niet? Ja, wat probeer... Ah, ja, ja. Wat probeer je nou? Is daar een sterretje? Oh, yeah. Dat heb je sowieso gegoogeld. Nee, dat heb ik wist ik nog. De vorige keer. Oké. Kijk! Whoopie freaking doom, bitches! En dan vliegt hij, like, vet ver weg. En dan... Oh. Nou, dan moet je alsnog je best doen. Nou, dan moet je eerst dit stomme monstertje weer doden. Nee, ik ga... Kom maar mee. Hey Ronald. Wat is er? Ik keek laatst... Ghost Adventures. Daar is Lotte ook fan van. En ik snap er echt niks van. Nou ja, weet je, ik vind het... Dat is echt kut. Het is echt kut. Hoe die mensen dat doen, vind ik gewoon kut. Zo van... Bij elke scheet die ze horen... Zo geforceerd en geacteerd. Bij elke scheet die ze laten, denken ze, hoor, dat is een spookje. Ja, dat ook. Maar het heeft gewoon iets bij mij van... Ik weet niet. Ze nemen zeg maar van die geestgeluiden op. Maar die geesten zeggen echt dingen dat gewoon nergens op slaat, zeg maar. Dan is het echt zo van... Dead. Of, ja, was, of bread. Of... Dan zeggen ze van, hey, wie ben jij? En dan hoor je opeens, don't trust the light. En dan heb ik zoiets van, als ik een geest was, zeg gewoon, yo, what's up? Yo, bitches. What's up? Ik denk dat jij echt zo'n geest bent die dan echt zo, Harry Bell, abonneer op mij, alles krijg je de tering. Ja, echt hè. En dan heb ik zoiets van, gaat ze nog googlen. Het is Ronald, een geest van Ronald Fledder. Nou, ik denk, waarom zou de geest van die bullshit uitkramen? En waarom zouden alle geesten evil en nasty zijn? Sommige geesten kunnen toch ook gewoon aardig zijn en dan gewoon zeggen, yo, ik wil met je chillen, man. Yo, zullen we even wiet smoken? Het spookt bij mij in huis. Wist je dat? Ja? Ja. Leg ze uit. Wij hadden vroeger aan de andere kant van de muur van mijn slaapkamer, hadden we de computer toe staan en zo. En ja. Dan hoorde je altijd iemand in de stoel zitten en like, toetsenbord tikken en de muis klikken. En dacht ik eerst, oh, mijn vader is achter de computer. Dan ging ik naar de wc. En dan keek ik en dan zat er niemand. Ja? En ik zat ook eens een keer op mijn PlayStation, zodat ik Guitar Hero te doen. Nee, Rock Band te doen, dat is veel beter. Guitar Hero. En toen lag mijn controller op mijn tv. En toen ging hij like, de lucht in, maakte hij een salto en viel hij op de grond. Hou je bek, man. Dat was echt, vraag mijn broertjes getuigen. Dat was echt een weird ass ervaring. En dus jij gelooft in spoken? Ik denk dat het wel mogelijk is, maar ik weet het zeker. En soms gaat 's nachts mijn tv gewoon aan. Ja? En dan zeg ik altijd gewoon, dude, ik wil slapen. En dan begrijpen ze dat vast wel. Oké, goed verhaal. Nee, echt het spook. Maar heb ik er last van? Nee. Het zijn het lieve spoken. Ja, ze mogen er best wonen voor mij. Gezellig, the more the merrier, toch? Ik denk dat heel veel mensen die het kijken vast ook wel last hebben van spoken. Oh, fuck, wat moet ik doen eigenlijk? Wat moet je doen? Sandcastle Secret, oké. Oké, maar ik geloof... Ah! Oké, maar ik geloof niet in. Ik vind puur bullshit. Dood is dood. Ja, nou ja. Het zou best wel cool zijn. Ik zou best wel asshole ghost willen zijn. Maar of ook weer niet te lief. Gewoon sub bitches. Of dat jij gewoon stoelen laat vliegen en zo. Ja. Spooky! Maar dat programma Ghost Adventures, die dudes, die doen het heel niet cool eigenlijk. Ik vind het veel leuker als ze er wat meer realistisch gewoon van...
Ze doen echt zo van, if you want me, come get me. Come get me if you want me, oké? Okay? Wat ben je nou aan het doen? Oh, ik weet het al wat ik moet doen. Alleen, die bitch moet even weg. Er zit een eend achter je aan. I know. Ah! Oh nee, kun je ze niet doodmaken of zo? Ik moet met iemand praten volgens mij. Dat is stoot met een... Wat? Ze hebben deze game gewoon volledig verneukt. Hoezo? Het is gewoon echt kut. Nee, ja. 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 Wat ben je nu aan het doen? Ik ben aan het uitzoeken wat ik moet doen. Er staat iets dat ik met de sandcastle moet doen. Maar er is geen sandcastle hier. Denk het wel. Daar. Waar? Wow, wat kun je daarmee doen? Oh, dat is voor later. Oh, ik word gewhatsappt. Nou, ik krijg een tweetje. En... Weet je wat er staat? Oh ja, ik weet het alweer. Wat? Mo. Nou. Die zegt, wanneer gaan we weer Habbo spelen? Echt waar? Nee, natuurlijk niet. Oh. Daar kun je nog wel wat over hebben. Over die irritante Mo. Of hij bedaalt het wel. Ja, we hadden in de vorige aflevering, ja. Fucking hell. Wel, okay, dat kunnen we ook heen. Later, dat van het park. Leuk, maar waar moet je nou heen? Kijk, let op wat er gebeurt als ik hier op spuit, ja? Kijk. Oop. En nu? Boom. Zie je dat? En nu? Dus er is één zo'n plantje, dat wordt een kasteel. Ah. En daar komt dan een worm uit en die moet ik... Dus die moet je weer 3 keer vermoorden. Ja, want spuit daar, anders komt die eend weer. Deze worm die doet niks, die zit hier dus gewoon onder de... Kijk, wat zei ik nou? Wat zei ik nou? Oké, dat is hem niet. Ik denk dat het die is, ik weet vrijwel zeker. Ja, maar dat komt omdat, dat is meestal zo. Dan laat ze eerst overal shit op spuiten, want als je daarmee begon, was het ook niet zo erg. Ja. Oh, hij struikelt gewoon. Oké. Dit is hem. Dit is hem? Yes. Dit is hem niet? Nee. Waar moet je dan heen? Ik zie daar iemand op een onbewoond eiland. Dat is geen onbewoond. Hij... Weet je wat ik dom vind aan de vertaling van The Sims 2 op een onbewoond eiland? Nou? Zeg maar in het Engels is het The Sims 2 Castaway. Ja, en castaway betekent like, dat je gestrand bent en zo, hè? En dat klopt. Je bent gestrand op een eiland. Alleen, de Nederlands doen ze Sims 2 op een onbewoond eiland. Maar het eiland is niet onbewoond. Er wonen mensen. Dus het wordt toch poep? Mhm. Ik maak me daar heel boos om. En nu? Nu niks. Dat was wat ben je nu aan het doen dan? Ik moest het even kwijt. Ik weet het niet, bro. Kom, deze is het. Ik weet het zeker. Dit is hem niet. Het is een penis. Oh, voet. Zo'n voetstap. Misschien leidt die voetstap ergens naar... Oh, ik weet het al. Dat is hem. Die daar, die moeilijk te krijgen is. Omdat ik omsingeld is door deze fucking... Spuizen is nat. Huah! Zie, dat was precies de bedoeling, yo. Nu ben je er nog dichterbij, hè? Ja, nu kan ik... Nou, ik hoor weer zo'n ding. Kijk. Wow. Oh, nee. Dit is toch niet wat ik denk dat het is. Daar moet je nu naartoe, man. Nee, als dit het van de sandbird is... Als dit het level van de sandbird is, dude, dan zijn we ver van huis. Volgens mij wel, want je bent in de lucht. Ah, nee, gelukkig. Sandbird. Mag ik dit doen? Mag ik geef. Ik wil het doen. Oké. Je mag het doen. Ik wil het doen. Je mag het doen. Je mag het echt doen. Is het moeilijk? Als ik het haal nu... Dan heeft het geen zin meer. Dan ga ik alsnog dood voor je, oké? Nee, hoeft niet. Jawel, je wilt graag. Nee. Gehaald is gehaald. Jij wil geen sandbird al doen als er zijn. Oké, wat moet je nu doen? Oh, het gaat langzaam naar beneden. Het gaat langzaam naar beneden. Oké, nu weet ik. Oké, ik ben hier goed in, geloof me. Ik expres, geloof me toch zo graag. Geloof me, ik ben er goed hierin. Ik ben goed. Oké, ik doe dit zelf met mijn ogen dicht. Zie je dat ik mijn ogen dicht heb? Mm. Ja. Ja, oké. Echt wel. Ik heb mijn ogen dicht. Oké, daar gaan we. Dit gaat op mijn feeling, oké? Dat hoor je toch niet? Oké. Ogen dicht. Nu doe ik mijn ogen weer open, oké? Het zal niet tijd lopen. Oké, there we go. Wat is crafting terminal? Dat is Minecraft. Oké. Oké, nu doe ik echt mijn ogen open, oké? Oké, there we go. Ja, zo gaat het. Hou je mond helemaal niet. Gewoon. Nee, je had je ogen dicht. Wat heb je het over? Oké, dit gaat hem worden. Waarom spring je niet? Dude, je verpest al mijn levens. Je hebt geen levens hier. Je game over. Bro. Nou, ja. Volgende keer alleen maar Kate, jongens. Ik ben boos op jou. Ja, dit is... Dit is het...
Dit was de aflevering. Dit was de aflevering. Vond je het leuk of positief? Laat achter in de reacties. Ik weet niet, het werd gewoon opeens een liedje. Ja, nou, tot de volgende keer. De volgende keer. Doei. Doei. Kajo. Nou, hou je mond. Kajo. Ik zweer, ik ga je van mij verpesten.